Dit zijn beelden gemaakt door onderzoekers van SOS Dolfijn. Zij willen de bultrug niet storen, maar daarnaast willen ze ook graag weten hoe het met de walvis gaat. En al heel snel hoorden we vanochtend dat dit dier actief zwemgedrag vertoonde, veel onder water was ook, leek te fourageren, dus het dier was voedsel aan het zoeken en aan het vinden waarschijnlijk. Dus dit dier bleek al heel snel in een goede gezonde conditie. Vroeger zag je ze nooit, maar het gaat goed met de bultrugpopulatie. Dus zwom er vorig jaar een exemplaar bij Egmond aan Zee en zelfs in de marinehaven van Den Helder. Dit zeezoogdier kan nu eenmaal heel goed in laag water zwemmen. Maar het navigeert ook op geluid. Daarom hoopt SOS Dolfijn dat liefhebbers niet in motorbootjes op zoek gaan naar deze bultrug. Want ondanks dat een bultrug zich goed kan vinden in de Noordzee en goed kan navigeren, kan een bootje hem natuurlijk wel heel erg verstoren, waardoor hij misschien wel te dicht op de kant terechtkomt. Er zijn vanaf afstand inmiddels veel opnames gemaakt. Zo proberen de onderzoekers van SOS Dolfijn te zien of deze walvis eerder onze kustwateren heeft bezocht.